Het is paasvakantie en iedereen heeft tijd om naar de bioscoop te gaan, zeker met het koude weer. En er is er één film is die je zeker moet gaan bekijken deze paasvakantie wel, dan is het deze, de Creamy Clowns. Small kelder gaat je zo nog wat was. I am the dragon, the devil of mirth. Thrown down from heaven to earth. Wow. Jos zei gewoon net om naar de klote gedaan. Kom hem uit hem zwaaieren. Daar is een flinke zeg. Lister. Ah! Ik ga stoppen met een jet hem singelen, hè. Als jij me zegt, ik hou van jou. Spreekt de pa nog over me? Nee. Hey, buiten! En nu wel direct. Buiten! Wij moeten allemaal eens ploppen ergens. Help! Arme papa! Dag jongens. Het leven was zo mooi, mijn liefste. Toen jij me zei, ik hou van jou. Het leven was te kort, mijn liefste. Ik wil niet leven zonder jou. Ja, vanaf deze week dus in de bioscopen Creamy Clowns, de movies. En twee echte Creamy Clowns zitten bij mij, Luc Wijns en Manu Kersting. Goedemiddag, heren. Hey. En denk ik, leuke film. Ja, ja. Als je tegen een stootje kan, is die fantastisch leuk. Ja. Waarover gaat het eigenlijk voor de mensen die, wat is uiteraard vervolg van de tv-reeks Creamy Clowns, maar die dat niet moesten gevolgd hebben, waarover gaat de film eigenlijk, Luc, Manu? Ronnie Tersago en zijn troep clowns is op een bepaald moment aan lagerwal geraakt. Hij heeft het verkorven in de media. Hij staat op het punt om alles kwijt te raken wat hij heeft. Zijn dochter zit aan de doop en belandt in een bordeel. Hij ligt in vechtscheiding met zijn vrouw. Zijn moeder domineert hem. Het leven valt een beetje tegen. Het valt heel zwaar tegen. En wat gebeurt er in de film? Ze doen de slag van hun leven. Ze zijn plots heel rijk. En dan beginnen de problemen pas echt. Er gebeuren rare dingen met Lou, gespeeld door Manu. Mm-hmm. Je krijgt een opeenstapeling van malheuren. Ik was erbij voor het eerst in een volle zaal met de avant-première. Het publiek lacht zich blauw met de miserie van die drie clowns. Ja, wat nogthans, het is een film, gestoord volk, veel humor, veel seks. Soms ziet er een beetje gewelddadig uit ook zo. Dat hoort er ook bij eigenlijk, hè? Mm-hmm. Niet shot en tegenshot en we monteren daar een kopstoot tussen. We doen het allemaal echt, maar... Ja, we mochten het allemaal echt doen. De stunts mocht je allemaal zelf doen? Ja. Of moest je zelf doen? Ook de seksscènes. Ja. Mochten we zelf ook doen. Ook niks in getruckeerd. Nee. Nee, geen body double. Nee. En drie keer opnieuw, hè? Ja. Want de montage is heel snel, ook heel vaak ook gefilmd, soms met een gewone fototoestel. Het is een beetje... Altijd eigenlijk. Ja. We waren bijna in de val getrapt om die look van found footage te gaan imiteren met een hele dure camera en een camion van licht. Ja. Tot we beslist hebben van, we gaan dat gewoon doen met de reflexcamera en met heel veel verschillende lenzen. En dat maakt het ten eerste betaalbaar. Mm-hmm. Hè? Ik moet geen 500.000 kijkers halen om uit de kosten te geraken. Ja. En ten tweede heb je een fantastische look. Ja, je hebt het gevoel alsof je ertussen zit. Ja, het ziet er heel beeld ziet er heel apart uit eigenlijk. Hè? Kijk, en we wisselen ook af met zogenaamde bewakingscamera's. Ja, ja. Maar alles wat je ziet, alle beelden, zijn niet door een filmploeg geshoot, maar door een van de personages of zijn bewakingscamerabeelden, ja. Zogezegd. De kritieken zijn unaniem lovend. Het enige is, we zeggen, misschien een beetje te veel geweld in. Ja. Maar vind je dat zelf ook? Oh, nee. Is het braaf geweld dan?
Ja, dat valt echt heel erg mee. Het is ook heel suggestief, hè? Dat heeft Luc heel erg op... Ja, het is geen gore, zoals dat heet. Hè? Ja. Je ziet niks extreem. We komen telkens met de camera een klein beetje te laat. Ja. Maar dat is veel erger dan wanneer je het expliciet ziet. Want dan gaat het van de fantasie werken. Ja. En dan voel je het echt. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Dat je in een film meegezogen wordt. Hè? Ja. Ja, ja. Het is ook een topcast. Johnny de Mol, die ken je niet zo, maar uiteraard als liefje van... wel, uiteraard. Maar Axel Dazeleer en zelfs Idine de Munk, die een hoerendochter mocht spelen, of een hoerenvrouw eigenlijk. Heb je ze ook kunnen overtuigen om mee te doen eigenlijk? Niemand moeten overtuigen. Iedereen vond het een fantastisch project. Mijn vraag ook, hoe heb je Eline overtuigd om naakt te gaan? Ja. Nee, er is alle vertrouwen. Ik bedoel, hou maar iets aan, Eline, het is al goed. Hij liep maar met lingerie rond. Trek dat aan. Nee. Bedoel, als je in die sfeer zit, dan ben je daar niet mee bezig. Ja. Je voelt gewoon dat je onderdeel bent van het ding. En het zit, omdat je ook snel filmt, zit je in die flow. Dus het is eigenlijk allemaal vanzelfsprekend wat je staat te doen. Ja, ik zei dat het is een gevolg op de tv-reeks. Moeten de mensen de tv-reeks gezien hebben om te kunnen volgen eigenlijk? Dat was de eerste vereiste natuurlijk. Hè. Ja. We gaan geen film maken die niet begrepen wordt door mensen die de serie niet hebben gezien. Integendeel, het is een goede insteek voor de serie. Ik hoop dat alle mensen die de film gezien hebben en de serie niet hebben gezien, dat die de dvd kopen. Ja, dat die ziet. Die is die ook uit. Even een beetje reclame maken voor de dvd. En er komt trouwens een vervolg op. Er komt nog een tweede reeks. Ja. Ook nog, hè? Dus, we moeten nog maar een paar weken bijshooten en dan is ze klaar. Ze is voor drie kwart klaar, dat wil zeggen seizoen 2. En wanneer komt die op tv eigenlijk? Een najaar, september, oktober. Ja, okay. Goed, zwarte humor in de film en dat mogen we letterlijk nemen. Kijk maar mee. Dimitri de Nul, freelance fotograaf. Doe me nee! En ik kon al lang schrijven en ook niet genoeg kapot. Dat zal wel! Dan blijft de bitter willen gebruiken nog. Dan gaan die nog wel verdedigen of wat? Ronnie! Ik denk dat we het wel verstonden. Maar het komt allemaal goed in het echt natuurlijk. Zeg, waar is het idee eigenlijk ontstaan van die crimiclowns en personages? We hadden een break tussen de opnames van het tweede seizoen Matroeskas. Mm-hmm. En ik was alle dagen met Manu aan het werken en met Veerle. En ik heb echt voor ons drie iets bedacht. En ik heb gezegd welke, want dat is een regel in het scenario schrijven. What you write is what you know. Schrijf niks dat je niet kent. Wat ken ik goed? De Vlaamse showbiz. Wat is het extreemste in de Vlaamse showbiz? Wat is het laagste in de Vlaamse showbiz? Ja. De clowns, de verjaardagsfeestjes, de ballonnenknopers. Ja. En wat fascineert me? Gangsters. Laten we een combinatie maken tussen die twee en dat is crimiclowns geworden. Ja. En hoe heb je dan die personages gezocht of zo bij een beetje in het milieu? Ik ken natuurlijk wel de matroeskas wel een beetje de... Ik ben begonnen bij mijn acteurs. Oh, ja. En ik heb gezegd van wat schrijf ik voor Manu, wat schrijf ik voor Veerle, voor Frank Anenboom, dat weten we meteen wat we voor Frank gaan schrijven, met wie werk ik nog. En dus in plaats van een rol te schrijven en dan te gaan casten en mensen te bedenken die rol kunnen spelen, zeggen we gewoon wie vind ik nu de interessantste acteurs van Vlaanderen en ik schrijf iets voor hen. Het is eigenlijk andersom gebeurd. Ja, en dat is ook leuk natuurlijk. Hè. Zeg, wat verwacht je van de film? Want ja, Frits en Freddy zit ook in de bioscoop en men verwacht dat die veel niet slatend gaat zijn. Ja. Frits en Frankie is inderdaad opvolger van Frits en Freddy. Ja. Wat was dat weer? Frits en Puntje. Ja. Wat verwachten jullie eigenlijk van de bioscoop? Want het is goed gestart natuurlijk. Hè. Het is heel hard gegaan. Woensdag was zeer goed. Het interesseert me eigenlijk niet. En dat is een fantastisch gevoel. Ja. Het interesseert me niet. Ik kom uit de kosten, dat weet ik al. Ja. Maar ik heb beloofd, als we 500.000 kijkers halen, dat ik dan mijn Porsche Cayenne roze laat spuiten. Dus laat het een incentive zijn om mij eens goed uit te lachen. Zeker te moeten, roze. En ik mijn Ford Focus. En misschien iets met je haar of zo. Ja, laat ik het eindelijk staan. Dat lijkt me een heel goed idee. Zee, het was vandaag ook bekendgemaakt, er is ook een buitenlands interesse voor de Creamy Clowns. Ja. Dat is fantastisch, hè? Ja, Company Pictures, een groot fictiebedrijf in Londen, wat wereldwijd released, wil echt een remake doen. Dat wil zeggen,
acteurs komen naar Vlaanderen. We doen het met mijn ploeg, in mijn regie, op de manier zoals de originele Crimeclowns gemaakt is. Ja. En niet in de val trappen en nu moeten we Hollywood-middelen gaan gebruiken. Nee, gewoon krak hetzelfde. Hetzelfde systeem eigenlijk. Ik weet niet of ik zo'n straf acteurs ga vinden, maar we gaan ons best doen. Ja. En gaan jullie dan ook niet zelf meespelen voor de nieuwe acteurs? Want ik zag gisteren Eline de Munk bij Manneke Poels. Was dat zou kunnen. Eline, dat zou kunnen. Hè? Okay. Maar de hoofdrollen, dat is onmogelijk. Dat moet echt Engelsen zijn die goed Amerikaans kunnen. De andere meisjes die weinig tekst hebben, maar veel vol aanwezig zijn, die kunnen meedoen. Die kunnen meedoen, ja, absoluut. Dat zeggen niks, hè. Met deze zijn ze inderdaad al gewaarschuwd. Goed, we mogen trouwens 5 duo filmtickets weggeven als je gratis op onze kosten naar de film wil gaan. Wel even naar onze website gaan, tvl.be, klikken op Doe Mee. Misschien zit je dan morgen al in de bioscoopzalen voor de Crimeclowns. Echt een hele leuke film die je moet gaan bekijken. Zeg, je bent ook al heel lang bezig, Luc. We kennen je natuurlijk van De Bakkeljauws. Mm-hmm. Wat leuk is, dat er opnieuw uitgezonden op zondagmorgen. Ja. En we gaan eens kijken naar een klein stukje. Alright. Ah, volk? Zeg, heb je het al gehoord van ons meisje naar bloedonderzoek? 2 of 3 jongstjes. Zeg, het is toch een potent bazeke, nee? Boma, weet je wel wat problemen dat meebrengt? Zo, natuurlijk. In het begin pist en kakt dat op de mat, hé. Maar als je er direct met je neus in wrijft, dan is dat rap gedaan, zo. Kom maar eens gaan zien of we niks kunnen vinden voor de uitzet. Oh, ik ben zo gelukkig, hé. Het is 20 jaar oud bijna. Ja. Het is leuk, hè, Manu? Ja. Wat vind jij mijn kinderen zijn er helemaal gek van, hè. Ja. Of dat het wordt daar uitgezonden. Het is nogal iets van nu, vind ik zo. Ja, het was een beetje voor op zijn tijd. En een beetje nogal los erop zo. De makers van de goede smaak vinden het een gedrocht. Mensen met veel humor vinden het geniaal. Ja. Wie zal het zeggen? Ik heb me er geweldig goed mee geamuseerd. Maar ik ben nu toch blij dat ik een iets hoger geprofileerd product mag afleveren. Bekijk je erop neer of zo? Nee, zeker niet. Nee, broer. Eigenlijk. Het verschil is niet zo groot. Het gaat over een ontspoorde, dysfunctionele familie, ook deze keer. Met een gevaarlijke bomma. Voilà. Zeg dat iets over jou ook? Over jouw persoonlijkheid? Ik denk dat ik een zeer beperkte fantasie heb en dat ik alleen maar over mijn familie kan schrijven. Is dat zo? Want jij kent me wel heel goed ondertussen. Ik heb een soort gelijke familie. Dus wij voelen elkaar nogal goed aan als het over familie gaat. Ja. Wat hieruit is ook Bompie ontstaan, de gekende reclame van Van Gamma, ook al 20 jaar. Ja. Dat is de 20e verjaardag van het Gamma-spotje eigenlijk. Hè, Zeg, jij bent niet alleen met Crimeclowns in de bioscoop zien, maar ook met Frits en Frankie. Ja. Ja, kijk maar eventjes mee, we hebben ook een stukje klaarstaan. Wat gaan we nou doen met dat geld? We moeten een plan bedenken. In kalm blijven! U had bij ons een dame besteld. Zullen we eerst even de financiën regelen? Mooi. De firma dankt u. Ja, Frits en Frankie, Manu, een beetje concurrentie voor de Crimeclowns. Oh, ik was wel trots. De recensenten zeggen dat hij de beste Hollandse acteur is. Dat de rest er een beetje over gaat. Ja, dat hij powert. Ja. Ja. Ben je nu een Nederlandse Antwerpenaar of een Antwerpse Nederlander? Of wat is dat precies? Ja, voor de grap zeg ik altijd: ik ben een Belg geboren in een Hollands lichaam. Dat is heel eng trouwens. ik ben een kind van 2 nationaliteiten. Dus mijn moeder was een Vlaamse en mijn vader een Hollander. Ja. En verwekt in Antwerpen, daar waar ook veel Hollanders langskomen. Ik ben de 2-in-1. Oké, daar zit een goed verhaal in voor in de toekomst, iets, zeg ik. Ja. Zou het niet? Ja, als je de film gaat bekijken, we doen daar iets mee. Hij kent mij door en door, dus hij heeft een paar maanden gezegd, we gaan er iets mee doen. Ja, we doen er iets mee. Iets zeer bijzonders, maar ik mag niet spoilen. Nee, maar, we gaan niet vergeten. We moeten zelf maar kijken. We misbruiken zijn tweetaligheid. Ja, eindelijk. Eindelijk.